Goedemorgen. Het is 2 juli. En hier staan 4 kasten. Die staan op de lindendracht. Die hier toevallig staan. En ik wil eens even kijken hoe het met deze volken vergaat. Je ziet dat ze ontzettend goed vliegen. Kijk nog even naar de vliegopening hier. En ik heb op het allerlinkste volk, het linkervolk, daar heb ik vorige week een leggende jonge moer ingevoerd, omdat de oude het niet meer goed deed. Ik ben benieuwd of die aangenomen is, want normaliter is het heel erg lastig om midden in de zomer een leggende moer te vervangen. Dat doe je uitsluitend eigenlijk vanaf half augustus, nog beter in september. Maar we gaan het toch even bekijken, want dit was gewoon pure noodzaak. Nou, laten we eens even gaan kijken. Het is wel een mooi plaatje zo. Je ziet dat op de tweede kast van links, er staan 3 honingkamers. Ik ben dus ook heel benieuwd hoe dit volk het doet. We gaan erin kijken, ogenblik. Nou, in dit volk heb ik wit nummer 91 geprobeerd in te voeren. Omdat die oude koningin het liet afweten. Kijk dit. Moerrooster blijft hangen. Even plitten. Nou, het begint al koningin te komen. En door die koninginnenproblemen bleef alle honing beneden in zitten. En groeide het volk ook niet meer. Even kijken of er geen koningin op de onderkant zit. Anders komt hij straks per ongeluk in de honingkamer terecht. Dat zet ik even hier neer. Je ziet het volk is nog voetsterk. Ik heb nog geen rook gebruikt. Even voorzichtig kijken. Je ziet hier het kluisje zitten waar de koningin in gezeten heeft. Normaal gesproken moet je 10 dagen wachten voor controle op een ingevoerde koningin. Het is nu 7 dagen. En kijk, het eerste wat je al kan doen, dat is kijken of er, als de koningin niet geaccepteerd is, dan moeten er komende redcellen in. Er zat nog wel wat broed in van de oude koningin. Dus ik kijk direct tussen de ramen in of ik redcellen zie. Nou, die zie ik niet. De veronderstelling is dat de koningin in een week tijd nog niet extreem veel ramen heeft kunnen beleggen. Dus ik ga gelijk naar dit gedeelte. Waar ze naar alle waarschijnlijkheid, ik denk dat ze op dit raam of dit raam, eventueel eitjes en larvjes heeft. In een week tijd, 7 dagen, kun je dus eitjes en larven moeten kunnen ontdekken. Altijd even checken of je wel het klipje open gedaan hebt. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand dat vergeet. Zelfs ik ben het wel eens vergeten. Nou, wat zien we hier? We zien hier inderdaad allemaal eitjes zitten. Dus de koningin is aangenomen. Dat is 100% zeker. De eitjes zitten niet aan deze kant. Maar die zitten vooral aan deze kant. Het hele raam zit vol. Ik ga even in de kast kijken of ik daar de koningin zie lopen toevallig. Eigenlijk heeft het geen zin om te gaan zoeken naar die koningin. Dat doe ik ook niet. Ik bekijk nog 2 ramen. Kijk, dit is het oude broed van de voorgaande koningin. Je ziet hoe slecht dat het is. Dit is wel heel erg sterk. Hagelschot. De koningin die functioneerde gewoon niet goed meer. En de bijen probeerden haar ook te wisselen. Ook hier zie ik allemaal kleine larfjes. Dus blijkbaar is hier de nieuwe koningin begonnen met het leggen van eitjes. Altijd even checken of er geen dopjes zijn. Nou, die bijen zijn heerlijk rustig.
Dit is een nieuw uitgebouwde raad. Je ziet ook weer die bekende hoekjes voor darraad. Zodat de meiden daar hun ding doen die ze willen doen, maar niet in het werkste broed, zodat het werkste broed in feite gespaard wordt. Nou, ik kijk naar één raam aan de andere kant en dan stop ik ermee, want ik heb op twee ramen heb ik eitjes of larfjes gezien en dat is dus voldoende. Dit raam hebben we net als eerste gezien. Dit raam hebben we nog niet bekeken. Ik kan die ramen dus altijd even rustig op de rand zetten. Ook hier zie ik weer eitjes. Dus dat gaat helemaal goed komen. Enkele keer laten ze de koningin eitjes leggen en als die koningin dan zeg maar niet bevalt, dan wordt ze alsnog gewisseld. Oh kijk, hier loopt ze. Wit nummer 91. Nou. Niet geknipt, dat doe ik pas in het volgende voorjaar. Dus de aanname is goed gelukt. Maar het is alleen gelukt omdat dit volk dus echt een slechte koningin had. Die ze op het punt stonden om te wisselen. Er zaten echt wisselcellen in. En als je op zo'n moment komt en je hebt wisselcellen, ja, dan kun je dus wel proberen om de koningin te vervangen. Dit ging steeds slechter met dit volk. Goed, nou, ik maak hem dicht en we gaan even kijken naar die volgende grote kast hoe het daarmee is. Nou, dit volk heeft, zoals je kan zien, drie honingkamers. Het is een dedankkast, net als de vorige was ook een dedankkast. En we zullen hem even afpellen, afstapelen. Dit volk, wat jullie nu gaan zien, komt uit 2018. 19, 20, 21, 3 jaar oud, onbehandeld, dat wilde ik ermee zeggen, op kleine cellen. Het vorige volk was van 2019, ook onbehandeld. Dus onbehandeld wil zeggen dat er helemaal niets gebeurd is met de bestrijding van de mijten. Althans, dat doen de bijen zelf. Nou, eens kijken of ze wat in die bovenste bak binnengebracht hebben. De afgelopen twee dagen was het natuurlijk slecht weer. Ja, daar komt al gewicht in. Deze honingbak staat er pas een week op. Maar er zit dus al gewicht in. Nou. Deze bak die begint ook al... enorm uit te dijen. Even kijken in de kantramen. Kantramen die zijn ze dus al aan het verzegelen. Deze kant niet, deze kant wel. Hetzelfde geldt voor de volgende ramen. Die lopen ook helemaal uiteraard vol met honing. Dus die zal ik er even afhalen. Kun je nagaan hoe groot dat ze vol kan worden, hè? Dit volk is dus helemaal niets mee gebeurd. Althans, ik bedoel, wat kunstzwermen maken is of broedafleggers afnemen, helemaal niets. Noppers. Even kijken, die ramen niet blijven hangen. Zo, dat is de tweede bak. Nou, deze ramen die bleven iets hangen, dus dat ik iets rook geven. Kijken of het nog te zien is. Ja, dan gaan we die bak er ook afhalen. Om even te kijken of de koningin er goed aan de leg is. Oké,
Ook dit is inmiddels helemaal gevuld met honing. Kleine stukjes darrenraad. De koningin is hier een keer in geweest. Zo. Goed sluitend moerrooster. Belangrijk. De beste roosters zijn toch de roosters die op de randen van de kast liggen. Als je nou een spaarkast hebt of een dedankast, dit is echt het beste. En check even, voordat je hem wegzet, de onderkant van het rooster. En dan merk je ook weer het gemak van gemerkte koninginnen. Want die kun je tenminste zien aan het kleurtje. Maar check het even, voor de zekerheid. Nou, je ziet hier, hè. Heel belangrijk bij de dedankasten is gewoon dat die onderbak niet helemaal gevuld is met ramen. Ik zal de camera iets verzetten. Zo staat het er iets dichter op. Zo. Het gaat erom dat de onderbak, de broedkamer, uitsluitend broed bevat. En de buitenste ramen, dat mag natuurlijk vollopen met voer. Maar de bedoeling is gewoon dat de binnenkomende nectar direct doorgaat naar boven, naar de honingkamers. En als er dan drie van die honingkamers opstaan, dan kun je uiteindelijk 3 keer 17, 18 kilo honing krijgen. Dus dat is echt enorm. Kun je dus alleen maar krijgen als er dus sprake is van echt sterke volken. Nou, dit kantraam, dit hebben ze mooi leeg. Er zit wat stuifmeel in en wat voer in aan de bovenkant, maar niet veel. Het is ook de afgelopen paar dagen is het koud en regenachtig geweest, dus ze hebben veel voer van beneden opgegeten. En, want dat dient direct de ondersteuning van het broednest. En ze hebben uiteraard de honing verwerkt naar boven. Je ziet hier ook weer in die hoek het darrenraad zitten. Dit zijn weer kleine cellen. Dit hele raam is één groot stuk met het stuifmeel. Hier weer darrenraad. Waardoor het werkstraat niet besmet wordt met mijten. Je ziet weer heerlijke rustige bijen. Waarin je met blote armen kan werken. Dit raam is weer volledig bezet met larfjes. Nou, dat is voor mij voldoende om te zien dat de moer goed aan de leg is. Als op het derde raam volop larfjes zitten. Hier in de hoek weer darrenraad. Stuifmeel volop. Nou, kijk nog één raam. En dan mag de kast weer dicht. Want iedere verstoring levert natuurlijk stress op. Zeker in het broednest. Nou, hier zie je wat gesloten broed op zitten. En dit is dan een vrij lelijke raam. We moeten kijken even naar deze doppen. Want dit is wel een dop die gemaakt is. Deze koningin heeft ook al de neiging om te wisselen. Maar goed, dat laat ik maar gaan. Want goed, als die bijen die koningin afkeuren om te wisselen. Dan moet dat maar. Bijen die weten haarfijn aan te voelen of het zeg maar met de productie van de eitjes slecht gaat. Dit is allemaal niets, dat zijn allemaal nog speelcellen. Maar dat wil niet zeggen dat er uiteindelijk toch ook weer hier wisselcellen zijn. Het is allemaal speeldopjes, stelt allemaal niks voor. Behalve deze ene. Ik zal nog één keer het hele proces laten uitstellen. Dus ik haal nog één keer die speeldop, die wisselcellen weg. Eén keer. Dat komt dan beter uit met mijn vakantieplanning. Dan kan ik het beter in de gaten houden wat er gebeurt. Dat betekent gewoon dat ze komende dagen opnieuw een
wisselcellen aanleggen. Maar dat betekent dat ik het toch in ieder geval weer een week uitgesteld heb. Aangezien er eentje is, dan weet je dus dat, dat het dus een wisselcel is. Nou, hier zie je een mooi gesloten broed. Nou, ik zag net volop larfjes, dus de koningin is nog goed aan de leg. Je ziet ook dat ze dat broed, dit darrenbroed hier, dat houden ze echt warm, hè, die bijen. Die gaan er echt gewoon op zitten op dat broed. En datzelfde geldt voor dit stukje. Om het darrenbroed warm te houden. Nou, ik laat het verder zitten. Volgens het boek The Biology of the Honeybee van Winston is een aantal van minder dan 6 doppen duidt dus op wisselcellen. Nou, het kan makkelijk zijn dat hier ook nog wisselcellen in zitten, 1 of 2 of 3. Nou, laat ik lekker zijn gang gaan. Ik heb geen zin om dit volk wat volop aan het werk is verder te verstoren. Ik heb Bria's gezien beneden. Dus dat blijft goed gaan. Nou, dit volk is dus inmiddels aan zijn 4e levensjaar begonnen zonder dat het behandeld is. Nou, je ziet dat het er allemaal buitengewoon gezond uitziet. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste criterium. Sterke en vooral gezonde volken. En ik zeg er ook direct bij dat door teelt en selectie, vooral op de verzorging van het broed en hygiëne, en ook varroa-sensitieve hygiëne, dat de belangrijkste selectiecriteria zijn op grond waarvan je varroa-arme volken kan opzetten en behouden. Nou, ik ga de bakken weer terugzetten. En ik ga zo nog even een ander volk bekijken. Nog even voor de beginners met de dant. Als je een houten dantkast hebt, waarbij dus de broedkamerramen in koudbouw staan, dan kun je op deze manier de honingkamerramen in warmbouw plaatsen. En mocht je in de broedkamer werken met warmbouw, dan zet je de ramen weer 90% gedraaid erop. En dan zitten de honingkamerramen in koudbouw. Dit doe je dus omdat het broednest zit aan deze kant hieronder. En dan slaan ze hier in eerste instantie de honing op. Maar dat gaan ze dan zo verspreiden over de ramen. Dus dan lopen die ramen vanzelf helemaal vol. Dat is de bedoeling.